ben het met je eens. Maar ik snap wel dat Anton huiverig is om Saskia erop aan te spreken. Waarom? Nou, hij is zo langzamerhand best afhankelijk van haar geworden. En ik hoorde hem laatst nog zeggen dat hij zich geen raad zou weten zonder haar. Oh ja, wel zonder mij. Heb je die klootzak nog gehecht? Het ging om zijn hand. Ik ben niet zo in de stemming voor jouw grapjes. Wil jij nooit meer zo tegen mij tekeer gaan waar een patiënt bij is? Wil jij eerst eens even je excuses aanbieden? Waarvoor? Nou ja, sorry, als je dat niet slapt, laat dat maar helemaal zitten. Jongens, ik wil me er niet mee bemoeien. Nee, maar je gaat het toch doen, dat wil je zeggen? Ben ik zo voorspelbaar? Kennelijk. Ik wilde alleen maar zeggen dat Linda... Nou ben ik degene die vindt dat jij er niet mee moet bemoeien. Oh, nou, zijn we het toch nog ergens over eens. Ik kom vanavond wel bij jou slapen, is dat goed? Ja, gezellig. Ik adviseer oordopjes, anders lig je de hele nacht wakker van mijn gesnurren.